Ja, we gaan naar Wereldwijs in... Hoe zeg je nou? Tech of ik zeg tech? Tech, maar ja, jij mag gerust tech zeggen. Maar ik vind tech vind ik net wat stoer. Ja, maar het komt van technologie, van techniek. Je zou zeggen, dan zeg ik tech. Maar op zijn Engels is het weer tech. Maar goed, Flevoland presenteert Wereldwijs in tech. Dat is eigenlijk al een jaar geleden Klopt, gebeurd, ja. Hè? En het kwam mij dus onlangs pas onder ogen. En dacht ik, nou, dat is leuk. Ook gewoon omdat het in Flevoland wordt uitgevoerd met ROC. Dacht ik, nou, dit moet even onder de aandacht. Want ik denk, nou ja, niet veel mensen weten ervan. Mm-hmm. En het is echt een superleuk initiatief. Het zijn eigenlijk twee ROC's, die van Amsterdam en die van Flevoland, en die trainen hun onderwijsassistenten en hun pedagogische medewerkers in lerend spel, wat gericht is dus op wetenschap en techniek, om dat vervolgens aan te bieden op de basisscholen en in de kinderopvang. Is dat om kinderen nu alvast vertrouwd te maken met technische beroep, omdat daar tekort aan dreigt? Exact, ja. Want eigenlijk wordt gezegd van, nou, de basisscholen moeten veel meer aandacht besteden aan wetenschap en techniek. Ik meen dat dat nu maar 4% is van de onderwijstijd, terwijl dat, nou ja, dat zou eigenlijk bijna kerndoel moeten zijn om kinderen daarin te stimuleren. Maar voorheen was dat dan steeds dat mensen gingen voorlichten over wetenschap en techniek. En in dit project wordt het gewoon gedaan. Dus gewoon wetenschap en techniek educatie door hele leuke spelvormen. Dus bij wijze van spreken hebben ze een spelvorm bij de kapper. En dan leren ze bijvoorbeeld van, waarom hebben mensen eigenlijk haren? Hoe werkt dat met je warm houden? En waarom hebben dieren meer haren dan mensen? Maar ook, hoe werkt een föhn? Gewoon föhn uit elkaar halen en kijken hoe dat werkt. En onze astronaut André Kuipers maakt zich daar ook hard voor. Ja, die is ook gewoon echt een boegbeeld voor dit soort ontwikkelingen. En dat is gewoon, ik vind dat heel goed, want het klinkt heel spannend, hè? Wetenschappen, en denk kinderen, oh, misschien kan ik dat niet. Terwijl eigenlijk die nieuwsgierigheid en gewoon iets ontdekken, en nou ja, wat je ook in het filmpje ziet, gewoon een broodrooster open trekken en kijken hoe functioneert dat. Ik denk vroeger al als kind. Ja, daar ben je er eigenlijk al mee bezig. Ja, het kwam niet meer in elkaar. Nee. Ik wist wel hoe het ervan. Ik haalde ook altijd alles uit elkaar, maar nooit in elkaar. Ze hebben dus een stuk of 7 hele leuke spelvormen waarin dus al die elementen van wetenschap verwerkt zitten. En bijvoorbeeld ook hebben ze dan een spel met een verhuisauto en allemaal verhuisdozen. En dan gaat het bijvoorbeeld, hoe krijg je zoveel mogelijk. Exact. Nee. Maar ook van die verhuisdozen, zijn die eigenlijk, hoe zijn die gemaakt? En is dat duurzaam of niet? En waar merk je dat aan? En wat voor route heeft zo'n verhuisdoos dan gelopen om hier terecht te komen? Ja, kijk, daar zijn ze dus kapper en kok en verhuizen en schilder. Is kapper ook een technisch beroep? Nou ja, dan gaat het bijvoorbeeld over hoe die föhn werkt. Dus het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit, zeg maar, wat de ingang is. Want natuurlijk ook in een kapperszaak is enorm veel techniek. Ja. En kun je er van allerlei kanten bekijken. Een beetje scheikunde, hè, kapper? Ja, ook dat natuurlijk, met haren verven. Ja, dat wel. Precies. Hoe zit haarstructuur in elkaar? Ja. En dat heb je natuurlijk bij een kok en bij een verhuizer heb je dat, denk ik, ook. Ja, precies. Dan zit het ruimtelijk inzicht. Ja. Planning. Rekenen. Ja. Continu rekenen. Alleen de invalshoek is dus spel. Waardoor eigenlijk de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld. En eigenlijk worden scholen dus geholpen om het aan te bieden. Omdat die mbo-studenten gaan dit in hun stage op school gaan dat implementeren eigenlijk. Dus die nemen die spellen mee de school in. Ja, dus dat is voor scholen natuurlijk heel aantrekkelijk. Dan krijg je een leuke mbo-student en die gaat dan deze activiteiten doen met jouw kinderen. Maar denk jij nu dat er in de toekomst dus ook meer studenten gaan kiezen voor technische beroepen? Nou, ik denk wel dat het helpt als ze gewoon op jonge leeftijd worden geïntroduceerd op een speelse manier. Dus wat ik zeg, het woord wetenschap kan best afschrikken. Het zit vaak in je of niet, hè? Zoals de ene is gewoon heel erg thuis in wiskunde en de ander is heel erg heeft die talenknobbel, zoals we dat dan zo zeggen. Dat gaat niet veranderen op het moment dat je ze gaat proberen een richting in te duwen. Hè? Maar soms ontdek je het pas dat in je zit. Op het moment dat je worden. Juist. En dan, ik bedoel, misschien heb je geen flauw idee dat je technisch inzicht hebt als je er niet mee wordt geïntroduceerd. Niet getriggerd wordt. Onbekend is onbemind natuurlijk ook. Precies. Ja. En dat is ook de manier waarop je het aanbiedt aan kinderen. Vooral moet je het juist leuk maken. Spelenderwijs. Ja, en aan de hand van de praktijk dan ook. Ja, en laat ze maar lekker een beetje. Ja, het lijkt op aanklooien. Maar ondertussen gebeurt er onwijs veel, zeg maar, in hun ontwikkeling. En ja, gewoon alleen al, wat ik al zeg, van je kan de kapper invliegen als het beroep. Ja. Maar inderdaad ook van die verf en de bestanddelen en de scheikunde. En inderdaad de elektra in zo'n pand. Dus je kan eigenlijk alles kan je benutten. Ja, en kinderen hebben heel veel van die vragen. Waarom vliegt een vliegtuig? Ja. Waarom willen van alles weten? Precies. Waarom is het gevaarlijk als ik mijn vinger in een stopcontact steek? Ja. Dat soort dingetjes. Ja, daar probeer het eerst maar. Ze vroegen laatst, hoe komt het dat water heet is?
Ja, nou hoe leg je dat nou uit? Hoe leg je dat nou uit? Wat gebeurt in kindertaal, hè, dan? Ja. We weten het wel, maar je moet het ook natuurlijk nog eens als een keer helpen. Als je begint over de moleculen die sneller gaan bewegen en zo, dan is die al weg natuurlijk. Ja. Dan weer bij Barbara Papa. Ja. Het is de manier van het overbrengen. Ja, en dat is hier worden dus, hier denken deskundigen dus na over zo'n spel. Nou, die zetten dat helemaal goed en handig in elkaar. Nou, dan worden die mbo-studenten daarin getraind. En die gaan dat vervolgens uitvoeren op de scholen. We blijven ook aan de gang met Sharon Stellaert, opvoedkundige. Hoe stel je nou grenzen aan een kind zonder te dreigen met consequenties? Zo van, nou, weet je wat, als je nu je eten op, als je nou je eten niet opeet, dan mag je ook niet dat tekenfilmpje nog even zien. En daar schiet je snel in als ouder. Laten we dat even voorop. Het is de makkelijkste weg, volgens mij. Ja, het is de makkelijkste, maar zeker niet de leukste weg. Dus, nee, ik kan me dat nog goed herinneren als kind. Nee hoor, ik weet dat niet. Zo. Nee, maar je krijgt het vaak. Hè? Bijvoorbeeld dan ga je tanden poetsen met je kind en je kind staat maar te dralen. Die heeft er geen zin in. En dan zeg je, nou weet je, als we nu niet de tanden gaan poetsen... geen verhaaltje meer voor. Precies, straks geen verhaaltje. Hij is echt een klassieker natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, op het moment... nog gezegd. Ja, ik ook. Misschien echt? Wel hoor. Misschien wel. Ja. Maar het is zo zonde, weet je wel. Want stel dat je die consequentie moet uitvoeren, heb je dat verhaaltje niet. En dat is eigenlijk het meest mooie momentje zeg maar, van de dag. Dat je tijd hebt voor elkaar en intiem. En ook wel dat je ook het kindje iets leert. En dan ga je dat wegnemen. Met het gevolg dat ze minder die band met jou hebben en de volgende dag waarschijnlijk nog minder gemotiveerd zijn om te doen wat je zegt. En zo raak je snel in een negatieve spiraal. Of ze denken, nou, dat verhaaltje zit er toch al niet meer in. Dus wat heb ik nog te verliezen? Ik ga nog meer lopen stieren, weet je. Dus je raakt snel. Is het dan niet zo dat kinderen denken, oh, nou, dan moet ik op gaan passen? Hebben kinderen dan geen natuurlijke grensgevoel? Nou ja, dus weet je, als je dat te veel gaat doen, dan loop je dus het risico dat je in zo'n spiraal terechtkomt. En vaak als je ermee begint, dan raak je daar vanzelf in. Weet je wel, van nou, je hebt het nu niet gedaan, nou, dan ga je maar alleen naar bed, weet je wel. Dan gaat dan het soms alles zo meteen. Precies. Ja. Ja. En als je bijvoorbeeld zegt van nou, kom op, lekker snel de tanden poetsen, dan hebben we samen de tijd om nog dat boekje te lezen. Daar heb ik zoveel zin in. Weet je wel, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde, maar totaal anders, weet je wel. Waardoor kinderen ook denken, oh ja, weet je wel. Dus het zit hem soms in ook even jezelf weer even opladen van... Nee, ik ga niet zo doen, maar er zijn nog meer wegen die naar Rome leiden. En die ook vaak leuker zijn. Hoor ik ook gelijk mensen alweer roepen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, maar dat vind ik juist het geval voor dat dreigen. Want dat is juist een zachte heelmeester. Want je bent, wat ik al zei, van soms dan is dat verhaaltje niet meer interessant. Want het zit er misschien toch al niet meer in. En nou, dan krijg je soms een hele verlenging van vervelend gedrag. En dat is wat je juist eigenlijk niet had gewild. Soms werkt het wel hoor, maar... Je kan in een spiraal terechtkomen dat je jezelf eigenlijk de hele dag nog maar zo hoort. Van, nou, als je dat nu niet doet, dan krijg je ook geen snoepje. Omdat je die ervaring dan is natuurlijk dat het ooit een keer gewerkt heeft. En dan blijf je dat natuurlijk doen. Ja, precies. Terwijl, maar wat kan een kind daar op de latere termijn, op de langere termijn, als dat kind volwassen is? Ja. Hoe denkt hij daar dan aan terug? Kun je daar iets... door oplopen? Nee, maar het is niet leuk. Het is gewoon niet leuk. Ook niet voor jou als ouder. Want soms ben je helemaal back af. Denk je van, ik heb de hele dag alleen maar politieagent lopen spelen. Weet je wel? Van, ik ben de hele dag alleen maar bezig met consequenties benoemen. Dat is voor niemand leuk. Maar wat moet je dan doen? Nou ja, wat je net zei, ja, van ja, dan, ik heb zo'n zin om het verhaaltje voor. Ja. Dan ben je ook al heb je natuurlijk een aangezien. Ja, of gewoon uitleggen van, nou ja, we poetsen hier onze tanden. Dat is schoon. En ik ga er niet over in discussie. Maar niet per se gelijk die consequentie. Maar gewoon. Vrij dat streng. Ja, ik kan het wel hoor. Ik kan best wel streng zijn. Ja. Ik heb het ook vanochtend. Ze hebben gewoon een hekel aan tandenpoetsen. Echt waar? Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Zeker voor later. Ik zeg, ja, je kan ervoor kiezen. Of je poetst gewoon je tanden. Dus krijg je rotte tanden. Of de tandarts, die komt straks gewoon. Trekt ze er allemaal uit. Ik moet gaatjes vullen. En ik, weet je, er moet geboord worden. En dan moet het verdoofd worden en zo. Dat is toch helemaal niet leuk? Ja. Dus hier is denken. Maakt mij het uit. Dat is van later orde. Ja. Want die denken, dat gebeurt niet nu. Dus dat maakt mij het uit. Maar hoe moet je dat dan? Ja, nou. Tandenpoetsen, ik kies het natuurlijk niet voor niks. Hè, want dit is gewoon eigenlijk, denk ik, dat er geen ouder is. Die zegt, nou, ik heb nog nooit gedoe gehad met tandenpoetsen. Nee, misschien zijn ze er, maar ik ken ze niet. Dus het is even gewoon ook je eigen mindset. Van, oké, dit is gewoon een ding. Hoe ga ik het aanpakken? En jezelf ook misschien een beetje aanmoedigen om wat creatiever te zijn. Je hebt tandenpoetsliedjes. Je kan ook een zandloper. Of dat ze het bij jou even mogen doen. Maar toch, weet je, dat je het probeert... Bij jou even mogen doen? Ja, tandenpoetsen. Dat ze zien wat het effect heeft. Ja. Weet je, of dat je ze helpt in hun verbeeldingskracht. Weet je, van, oh, ik vind deze tandpasta niet lekker. Van, oh, nou, hoe zouden we... Stel, jij mocht een tandpasta ontwikkelen. Hoe zou dat dan zijn? Oh, leuk, weet je. Maar dan weet ik nog wel, als kind vroeger vond ik het altijd heel leuk. Als je dan... Ja, toen allemaal op een gegeven moment kreeg je met smaakjes. Je aardbeien, tandpasta, dat soort dingen allemaal. En toen vond je het opeens leuk om als je tanden... Want wilde je dat graag proeven? Maar ja, na 1 of 2 keer kende je die smaak. En dan was of je vindt het niet lekker. Dan zeg je, nee, ik vind deze niet lekker. Dat kan ook nog. Dus die wil ik niet meer. Ja. Ja, die heb je net zelf gekocht. Ja, jammer dan.
Ja. Hele tubetampen. Ik heb ticht tubestampen staan de kast staan. Ja, dat geloof ik wel. Tampen staan die ze niet lekker vinden. Ja. Dat soort dingen. Het voelt vaak wel een beetje van, je moet alles maar positief benaderen. Ja, dat vind ik ook een beetje eng. En soms, soms werkt het niet helemaal. Want dan kan je ze niet op een of andere manier toch dwingen van... je moet tot ze doordringen, hè? Sommige dingen moeten nou eenmaal, weet je. Je moet je ook aankleden. Je kan wel zeggen, ik heb een hekel aan aankleden. Ja, nou, dan ga je... Hoe zou de meester het vinden als jij naakt op school zou komen? Ja. Dat is toch niet leuk? Dat ligt er aan voor meester. Dat is wel leuk. Dan zeggen ze van mij, ja, dat vinden we wel. Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, sta je mooi met je mond vol tanden. Dat bedoel ik, ja. Ja, natuurlijk. En wat ik al zei, het is niet verkeerd om een grens te stellen. Maar als je merkt van, ik ben daar altijd maar mee aan het dreigen. Nee, dat klopt. Ik ben continu, zeg maar, mijn enige manier om... Je zien te vinden in altijd maar positief. Want dat vind ik ook een beetje zo'n soort Willeke Alberti manier. Ja, want het voordeel is dan wel, als je een keer dreigt, dan weten ze ook dat het echt serieus is. Ook dat is het. En dat je niet steeds hoeft te verlengen. Want als je dat steeds zegt, dan ben je ook je geloofwaardigheid een beetje kwijt. Precies. Ja, ik ga nu ook streng zijn. Tot volgende week.